Het was een goed jaar voor aardappelcoöperatie Agrico uit Emmeloord. De omzet steeg met ruim 14% naar bijna 270 miljoen euro. Ook werd er in 2015-2016 een recordbedrag aan leden uitbetaald. De cijfers zijn een mooie opsteker voor Agrico na het slechte jaar 2014-2015. Toen waren er te veel aardappelen geproduceerd en lag de prijs laag. 2015-2016 was wel erg droog. Met name in België en Frankrijk waren de aardappels amper uit de grond te krijgen. Dit kan ervoor zorgen dat de prijzen volgend jaar weer stijgen. Toch zijn de vooruitzichten in Europa goed, met name voor de verwerkende industrie.